En de start is gevallen. Paarden gaan van start. Aan de binnenkant de favoriet Valbaar du Vivier. En die houdt makkelijk de leiding. Aan de buitenkant daarnaast Bikini de Larcy. Die kan toch ook aardig beginnen. Maar er is eentje die het ook heel hard kan aan de buitenkant. Dat is Emky de Vandel. Daar hebben ze vandaag een Frans kapje op gezet. Daar heeft Jaap net al even kennis mee gemaakt voor de koers. Kon hij hem al bijna niet houden. En nu heeft hij heel makkelijk de kop. Dat is allemaal heel goed te verklaren door die oranje dingetjes die daar net naast de ogen zitten. Emky is zeer gemotiveerd. Henk Grift komt drie dik naar voren. Die denkt, ga even kijken hoe het met Emky gaat. Maar die wil nu toch ook wel inparkeren. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Emky de Vandel leidt. Tempo gaat er nu wat uit. Tweede plaats daarachter is voor Valbaar du Vivier. Derde plaats aan de relingzijde voor Bikini de Larcy. Opening 13-6. Dat doet zo'n oranje kapje dus. Aan de buitenkant daarnaast komt Eclat Genilou. Die krijgt hem niet makkelijk. Achter aan de relingzijde Elka de Puy. Daarachter aan de buitenkant volgt Epique du Loire. De voorlaatste is Gerrit de Jong op dit moment met Davy Magique. En de laatste plaats is voor Ruud Pols met Dame Kwik. Die houdt van tempo in de koers. Nou, dan mag je niet klagen met een eerste 500 meter van 13. En Dame Kwik gaat nu binnendoor naar voren. Buitenom kon ook, maar dan moet je drie dik en dat heeft Ruud geen zin in. Bovendien is er binnendoor plek genoeg en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Wordt wat rustiger aan kop en dan denkt Bakker, dan gaan we zelf maar eens aanvallen. Komt hij aan de buitenkant met Valbaar du Vivier. Valbaar du Vivier gaat de leiding overnemen. Tussentijd 21-6, dan mag je dat ook doen. Emky de Vandel denkt, er komt iemand aan de buitenkant. Die zag hem eerst niet, nu ziet hij hem wel en dan is hij er ook al voorbij. En Valbaar du Vivier is de nieuwe leider. Valbaar du Vivier, Emky de Vandel. Daarachter op plaats 3 volgt Bikini de Larcy. Daarachter aan de buitenkant gaat naar voren Eclat Genilou. Dat doet hij al een tijdje, maar echt naar voren gaat hij toch ook weer niet. Hij ligt nog steeds vierde. Vijfde aan de relingzijde is Elka de Puy. En zesde aan de buitenkant is inmiddels Dame Kwik. Dat heeft Ruud mooi opgelost. Binnendoor inhalen en dan naar buiten. Dat mag op de snelweg niet, maar in de koers wel. Derde spoor gaat nu Gerrit de Jong naar voren met Davy Magique. Davy Magique, paard dat met een record van 23 uit Frankrijk kwam. Omdat hij altijd sprong, maar Gerrit heeft hem aardig goed. 17-1 de tussentijd. En die komt nu sterk naar voren, die gaat door naar plaats 2. Zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen van de favoriet. Valbaar du Vivier aan de buitenkant. Daarnaast ligt Davy Magique. Daarachter aan de relingzijde volgt Emky de Vandel. En aan de buitenkant daarnaast is het Misha Brouwer met Eclat Genilou. En zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Bakker zit nog makkelijk. Dat geldt ook voor Gerrit de Jong. Dat geldt niet meer voor Jaap van Rijn. Want die oranje kapjes die zijn nu wel een beetje uitgewerkt. Aan de buitenkant wordt hij onder druk gezet. Uitgeschakeld nummer 7. Galop en onregelmatig. Wordt hij onder druk gezet door Eclat Genilou. En die gaat van de benen. Eclat Genilou springt weg. Lag er uitgeschakeld 2. 2 galop. En aan de buitenkant gaat Gerrit de Jong nu heel brutaal de leiding overnemen met zijn paard. Die gaat zo voorbij aan de favoriet Valbaar du Vivier. Paarden gaan de laatste bocht in. Davy Magique heeft de leiding overgenomen. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En Davy Magique is op weg naar een stunt. Of doet aan de buitenkant Dame Kwik dat. Eén van de twee. Valbaar du Vivier heeft het lastig. Ligt op plaats 3. En aan de buitenkant komt nu ook naar voren Bikini de Larcy. Dit wordt iets heel aparts wat hier als 1, 2 en 3 over de streep gaat rollen. Maar in welke volgorde? Dame Kwik aan de buitenkant. Aan de binnenkant Davy Magique. Die jong had zo gehoopt op een stunt. Ruud Pols gaat het voor hem verpesten. Want Dame Kwik gaat hem binnen. Dame Kwik, laatste tussentijd 16-8. Die wint hier voor de stal van Arnold Mollema. Tweede plek is voor Davy Magique. En derde aan de relingzijde. Waar haalt hij dat nog vandaan? Emky de Vandel. Binnen de tijd voorlopig, in 17 rond.